Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Jongeneel. Beste luisteraars, vandaag lezen we de eerste brief van Johannes uit. Ik lees u voor vanaf vers 14 van 1 Johannes 5. En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als we iets bidden naar Zijn wil. En als we weten dat Hij ons verhoort, wat we ook bidden, dan weten we dat wij het gevraagde dat we van hebben gebeden, ontvangen. Als iemand zijn broeder ziet zondigen, zonde niet tot de dood, dan moet hij tot God bidden en Hij zal hem het leven geven, namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood. Er is een zonde tot de dood, daarvoor zeg ik niet dat hij moet bidden. Elke ongerechtigheid is zonde. En er is een zonde die niet tot de dood leidt. Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt. Maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf, en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten dat we uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. Maar we weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de waarachtige te mogen kennen, en wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven. Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Amen. Dat slot van de brief bevat genoeg om over na te denken. De zinnen die we zojuist lazen roepen misschien allerlei vragen bij u op. U zou een stukje uitleg misschien wel op prijs stellen, om wat beter te begrijpen wat Johannes nu precies allemaal bedoelt met wat hij schrijft. Maar hopelijk neemt u mij niet kwalijk dat ik me alleen richt op de slotwoorden, het laatste zinnetje van de brief, het laatste vers, 1 Johannes 5, vers 21. Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Na de grote en hoge woorden van de vorige versen verrassen deze laatste woorden ons een beetje. We hadden wellicht een ander slot verwacht, passend bij die vorige zinnen, of misschien hadden we verwacht dat er een mooie eindgroet zou komen, maar wat we nu zo lezen aan het einde van de brief, daar komt voor ons idee een beetje uit de lucht vallen. Het staat er, zo lijkt het, wat plomp verloren. Hoewel, uit het laatste zinnetje blijkt nog één keer de goede band tussen de schrijver en de lezers. Kinderkens, schrijft hij, wat inderdaad een beetje klinkt als lieve kinderen. En dan een korte waarschuwing. Wees op uw hoede voor de afgoden. Oppassen. Waak over jezelf als een herder over de kudde. Die op zijn hoede is voor wolven en andere gevaren. Of waak over jezelf zoals een cipier op de gevangenen past. Dat ze niet in contact komen met de buitenwereld. Pas op voor de afgoden. Wat voor afgoden? Eigenlijk staat er beelden. Afgodsbeelden. Calvijn in zijn dagen nam het letterlijk en trok de lijn door naar de beelden in de Rooms-Katholieke Kerk. Richt je niet op de beelden, waarschuwde hij. Er zijn ook andere lijnen van uitleg. De een denkt dat Johannes met deze afgoden of beelden valse leraars bedoelt. De ander denkt dat hij een bepaalde ketterij hier op het oog heeft. Een derde denkt dat Johannes hier alles bedoelt wat God vervangt. Een vierde denkt dat hij de zonde als een duivelse macht op het oog heeft. Maar misschien moeten we gewoon maar dicht bij de wereld blijven waarin Johannes en zijn eerste lezers leefden. Klein-Azië, het huidige Turkije. Een wereld waarin allerlei goden vereerd werden en allerlei beelden te vinden waren. Diana, Artemis, Isis, Serapis, Anubis en noem maar op.
allemaal goden die vereerd werden als antwoord op de vraag van mensen naar een religieuze ervaring. Men zocht beleving, gevoel, extase. We weten dat het toen met allerlei onzedelijk gedrag gepaard ging, allerlei verdorven praktijken. Tijdgenoten van toen vertellen dat het zedelijk peil van de mensen daar erger was dan dat van de dieren. In die wereld leefden de christenen. En tegenover al die afgodendiensten beklemtoont Johannes in deze brief dat de ware God slechts op één manier gekend en ervaren kan worden, namelijk in Jezus Christus, de Zoon van God. Wie vervulling van het hart zoekt, moet bij hem zijn. Hem te kennen, in hem te geloven, het leven aan hem te wijden. En daarom nog één keer aan het slot van de brief de oproep om weg te blijven van de afgoden. En zo eindigt de brief dan, toch wel heel ter zake en uiterst actueel, in pastorale bewogenheid, vol liefde voor de lezers. En mij lijkt dat wij vandaag, anno 2024, Katwijk aan Zee, dat we ook alle reden hebben om die laatste woorden van Johannes, van zijn brief, in onze zak te steken en ter harte te nemen. Want wij leven ook in een wereld vol afgoden. Sterker nog, heeft Calvijn niet ooit opgemerkt dat ons eigen hart een fabriek van afgoden is? Ons hongerig hart zoekt in van alles en nog wat de vervulling van het leven. En we klampen ons eraan vast en raken eraan verslingerd. We zien hoe de mensen om ons heen in zich van alles en nog wat storten om het leven mee te vullen. De een draait helemaal om de sport. Bij de ander geld is alles. Een derde gaat helemaal op in zijn pleziertjes. En hoeveel zijn niet compleet verslaafd aan de afgod van de luxe. En zo kan je natuurlijk nog wel even doorgaan. En wij, we gaan zomaar mee. Ook binnen de christelijke gemeente. Je ziet het bij elkaar. Je merkt het bij jezelf. Of niet soms. Wie of wat staat er nu bovenaan in ons leven? In de praktijk van het leven van alle dag. Is het de enige waarachtige God? Of heb je toch zo je eigen afgoden? O, hoor ik Johannes dan ook vandaag tegen ons zeggen met een laatste pennenstreek: lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Het is een korte, krachtige oproep om dicht bij de Heer Jezus te blijven. Om het van Hem alleen te verwachten. Om Hem te leren kennen, beter en beter, al dieper en dieper. Want de rest, al het andere, het is allemaal schijn. Het is zo hol als wat. Het is leeg en je blijft met lege handen achter. Alleen de Heere is God. En wat voor een? Een die zondaren zalig maakt, het verlorene redt, enzovoorts, enzovoorts. Ik zou zeggen, lees die brief van Johannes nog maar eens een keertje over. Om opnieuw te ontdekken wat voor God de Heere is, in Christus bovenal. En om dan des te meer die slotzin ter harte te nemen. Lieve kinderen, wees op je hoede voor de afgoden. Tot zover de overdenking. Zullen we samen bidden? Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden.
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.